toeren en de mensen worden er aan. Dat gaat wel niet verhoren, ja. Ik vind gisteren niet. Doorwever. Doorwever. Ik ben blauw lang, hè. En dat is ons het bedrijf dat er nog in te gaan. Nog achter liggen, dan gaan we straks toe. Line left voor nog 5 rondes. Top 4 gebeurt.
Voor de bier vanwege Café Brouwersijs en nog twee ronden. Ja, zij zullen hun laatste ronde aanvatten. Laatste ronde voor jullie, derde toer, laatste ronde. Laatste ronde voor jullie, laatste ronde, derde toer, laatste ronde voor jullie, laatste ronde. De mannen die de wedstrijd hebben gecontroleerd, dat prachtig hebben gedaan. Ze is gezegd dat het voor hun laatste ronde was. We gaan nu de laatste ronde aanvatten. De laatste premie nog van 10 euro. Dat regelen we. Bedankt in de voorschot. Laatste premie en laatste ronde. Ik ben een wingwat aan je hier. Ja, dan komt die van achter. Ja, en daar is dat kansen. Pelotonspurten van binnenplaatsen. Dat gaat nog even beestig snel. Wie doet die tegen de grond? En dan is die omhoog. Ja, dan komt die van achter. Nee, die sport dan niet in mij. Dank u. Eerst en weer. Oh, ah, dat mag zijn. Heel kort ook, en dat zijn de tweeën. Voilà, toch klein verschil. Het is niet de ganse groep. Er is nog de krachtige hoek in deze laatste ronde. Het zegengebaar uiteraard van Jeff Belaars die ermee zijn lijfstraat in deze Antwerp Cycling Trofee nog verstevigd. Dichtste eerplaats voor Eerlijkant en de derde plek is voor Matthias Kerkhoffs en die komen dus naar het podium terug. Straf van Jelle, hè? Ja, zeker wel. Ja, kan het verder te zijn? Ja, ja. Ja, dat zal ook geweest zijn van gisteren. Even van Uffelen pas. Ja. Voilà, en ook allemaal die we zullen vragen om het podium gehuldigd te worden. Die komen op de derde plaats. En bloemen en zoenen. En applaus natuurlijk. Ja, ja, ja. Van ergens. En de tweede is Jelle Kant. Ga er maar bij staan, Jelle. Ook bloemen en kusjes. Hoppakee. En het podium op. En de winnaar helemaal bovenaan, zo dadelijk, Chef Pina's. Ja, ja. Heeft bij deze de leidersplaats in dit criterium Antwerp Cycling Trofee nog steviger onder controle. Gaan we dicht bij elkaar staan, kunnen fotografen een plaatje gaan maken. En dames en heren, laat die nog maar eens horen. Is dat genoeg zo, mannen? Of moet dat nog een beetje harder klinken? Ze willen, hè? Ze willen wel, hè? Jawel, we doen het nog eens. Ja! Voilà, dat is zeker dat. Dat is dik verdiend. Dat wens ik hen op. Dat kan niet.